Robert Stemers, zijn jullie vandaag op alle fronten afgetroefd bij IJsselmeer Vogels? Ik vind van wel. Althans, de eerste 10 minuten waren wij beter. Gingen we volop druk zetten. En toen ging het goed. Toen zag je, ik kom je 1-0 voor. En dan, daarna zakken we terug. En ja, daarna was IJsselmeer volgens de hele wedstrijd beter geweest. Ze walsen over jullie heen. Laten zij dan hun kwaliteiten zien of falen jullie? Nee, wij falen. Wij falen echt. We hebben vandaag echt drama gespeeld. Echt slecht. En vooral als je, je moet zo maar zeggen, 30 centimeter of 30 meter van elkaar vandaan voetballen. En als je dan die ruimtes groot maakt, dan is het over. Dan kunnen ze makkelijk voetballen, kan iedereen voetballen. En daardoor winnen ze ook hier 7-3. Toch komen jullie vooral net naar rust nog een paar keer goed terug. Ja, je komt goed terug. Maar als je na 30 seconden weer een doelpunt tegenkrijgt, dan is het over en uit. Dan kan je blijven voetballen wat je wil, maar dan hoop je dat de scheidsrechter snel afluit. En dat duurde te lang deze wedstrijd eigenlijk. Is dit IJsselmeervogels nou zo'n sterke ploeg, ondanks dat jullie vandaag het ook laten afweten misschien? Ik vind ze niet echt heel denderend, maar ze hebben gewoon goed gevoel gehad vandaag en verdiend gewonnen. Maar wij kunnen veel beter, maar als je je mannetje laat lopen en van op 10 meter gaat dekken, dan is het, dan verlies je 7-3, dan is het klaar. Dan kan je voetballen wat je wil. Hoe leuk is het om in zo'n doelpuntrijke wedstrijd, die je weliswaar ruim verliest, zelf 2 keer te scoren? Ja, dat is lekker voor jezelf, maar je kan er niks mee. Ja, je verliest en je wil winnen, je wil van die onderste plek af. En dan is het wel lekker dat je 2 keer scoort, maar dat is niet het belangrijkste. Het is gewoon kut eigenlijk, dat je hier 7-3 verliest. Dat is wel een drama. Tot slot, wat moet je nou met zo'n wedstrijd? Ja, met zo'n wedstrijd is heel snel vergeten. Heel snel vergeten en op naar volgende week Rijnsburgse Boys. En dan moeten we met z'n allen gaan staan. Want en het moet veel, veel beter. Veel, veel beter. We moeten echt erop en erover. We moeten gewoon 100% alles geven. Want het is geen hoofdklasse, het is gewoon topklasse. En dat is 3 tandjes hoger. Het is andere koek natuurlijk.